Goedemorgen lieve mensen, even een berichtje van mij. Vandaag is mijn kleindochter jarig, die is 1 jaar geworden. Zoemi, heel blij mee, heel vrolijk lief meisje, heel dankbaar dat ze in ons midden is. Op kerstmiddag, kerstavond geboren. En ja, het is zo'n lief meisje, zo'n pure ziel. En met haar kan ik communiceren zonder woorden. En ze is echt mijn grote vriendin. Dat zeg ik ook altijd als ze binnenkomt. En ze is 2 dagen samen met haar broer bij mij. Op de maandag en de dinsdag. En ik geniet met volle teugen van die mooie, mooie lieve zielen. Van de onvoorwaardelijke liefde die die kleintjes ook geven. En wat ik natuurlijk ook teruggeef. Dus het is echt onvoorwaardelijke liefde ten top. Nou, met z'n allen moeten we natuurlijk gewoon naar die wereld toe gaan, hè? Dat we gewoon delen, samen gaan werken, verbinden vanuit liefde. En dat er geen angst meer is, geen ellende meer is. En laten we met elkaar in verbinding blijven. En elkaar een knuffel geven. En elkaar positieve energie geven. En als je het zwaar hebt op dit moment, bedenk dan dat je nooit alleen bent. We hebben allemaal ons eigen spirituele team om ons heen. Ons eigen vrienden, zeg ik altijd, vanuit de ongeziene wereld. En die hebben het beste met jou voor. Onthoud dat altijd. Je bent nooit alleen. Niemand is alleen. We hebben allemaal onze eigen vrienden om ons heen. Ons eigen spirituele team. Hoe mooi is dat? Tweede kerstdag ga ik op locatie behandelen. Ik heb nog een paar plekjes over. Dus laat me weten als je daar interesse in hebt. Ik begin in de Haarlemmermeer en ik eindig in het zuiden des lands. Heb je behoefte aan een behandeling? Fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel? Laat me het even weten. Dan kom ik bij jou langs. Ik heb er heel veel zin in. En kom met heel veel plezier bij jullie langs. Ook als je gewoon een gesprek wil. Je zit toch nog steeds in die angstfrequentie. Kan ik je eruit halen. Ik kan je ook leren mediteren. Wat heel belangrijk is om in de hogere frequenties te gaan komen. Nou ja, eigenlijk was het voor vandaag. Ik wil het vandaag kort houden. Ik heb zo meteen nog 1 behandeling. En dan ga ik heerlijk naar mijn kleine meisje toe. En genieten van het gezin al daar. En fijn even samen zijn in dit tijdperk. Hoe mooi is dat? Kerstavond is voor mij altijd heel bijzonder. Anders deed ik dat altijd met de hele familie samen bij mij. Dit jaar anders, wegens omstandigheden. Maar nu ook, nu natuurlijk mijn kleindochter geboren is op kerstavond. Dan ja, het is haar verjaardag. Dus hoe bijzonder is dat? Nou, vanaf deze plek wens ik jullie heel veel liefst toe. Fijne dagen. En als je behoefte hebt voor een gesprek, dan kan ook telefonisch, kan ik bij je langskomen. Laat me het weten, tweede kerstdag. En ik zal morgenochtend nog even kort berichtje naar jullie toesturen op eerste kerstdag. En liefde zit in jullie zelf. Steek het licht aan in jezelf. Brand een kaarsje elke dag. En vergroot je licht, zodat het licht gaat schijnen in jouzelf. En de goddelijke energie zal uitstralen over de wereld. Heel veel liefs van mij en een dikke knuffel. Fijne dag. Bye bye.